Ja, als jij mij ziet fietsen en je gaat bij mij een berg op, dan weet je toch naar... Nou, ik weet op vlak al wel van wat ik voor vlees in de kast. Oké. Okay. Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen dat zonder ik fiets, weet je al ongeveer. Nee, dat zeg ik niet. Maar wanneer ik iemand op vlakken zie rijden, dan heb ik al een aardige indruk. Ze sterven niet. Renners sterven niet. Ze verdwijnen alleen maar uit het zicht. Eens zij, met niet de evenaring stijl, de laatste finish hebben overschreden en de snelheid van het leven hen met stijve spieren achterlaat. Want koersen blijven ze, ook al vallen hart en wielen stil, zij gaan in duizend hoofden door, met duwen en nooit doodgaan. Hun zweet geeft blijvend glans aan het asfalt. Weet dat, wanneer de aarde hen dan toch met tegenzin bedekt, hun naam voor altijd als een echo tussen bergen zal weer klinken. Maar toen ik hem de Giro zag rijden, dacht ik, die gaat, vanwege het feit dat hij 3-4 jaar niet gefietst heeft, althans in ieder geval minder gefietst, gaat hij tekort komen in het Hooggebergte. Daar gaat hij zijn minuten verliezen, die hij vervolgens misschien weer elders terug kan pakken. Maar ik zie hem, zeg maar, in het meest harde gevecht in het Hooggebergte met Contador en nog een paar anderen, zie ik hem het loodje leggen, zie ik hem, zoals in de Giro gebeurt, ook steeds een half minuutje arriveren. Maar al de laatste week, hè? Toen werd hij toch beter. Maar jij denkt dan bijvoorbeeld dat de ene laatste etappe, de Mont Ventoux, daar zou het voor hen nog kunnen gebeuren? Echt in de laatste week. Oh, op de Mont Ventoux, dat is de laatste. Dat is de laatste. Dat is de laatste. Ja. Waar ik als het dood voor ben, is dat Sjaak Zwart dit als een aanmoediging. Die gaat gewoon nog iedere avond, weet je, om 8:30 naar bed. Ja. En dan een biefstukje eten, s'ochtends, en weer niet opgesteld. Al een jaar of 30. Verslaafd aan Twitter, verslaafd aan aandacht, aan Twitter, aan pijn, maar vooral aan aandacht. Mooie dood. Net voordat zij bukte om haar verloren slipper van het asfalt af te pakken, dacht zij even aan haar vader. Hoe hij haar toen vast had gehouden, die ene keer, zomaar. Ze lachte om de herinnering en daarna raakte het voltallige peloton op weg naar Bordeaux haar vol in de flank. Mooie dood. Dit is een stukje Smees. Het gaat over Michael Bogert. Daar gaat hij weer. Maar Michael, jij was een grote meneer in het peloton. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dat mag ik zo zeggen. Dames en heren, en dat is misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen. Michael, jij was een baggerrenner. Slecht. Het was niets en het is eigenlijk nooit iets geworden, mag ik dat zo zeggen? Deze hele grote meneer naast me, Michael Bogert, die kon niks, dames en heren. En hij zei, het maakt me niet uit, ik rijd met die rare grote kop van me, met al dat gebit keihard tegen de wind in, en ik zie wel waar het schip strandt. Laten we wat oude beelden kijken. Jongens, kan ik ze zien? Laat maar zien. Hebben we het klaar? Ja, kijk hier. Hier, snot op je kin, en dan stap je af. Wist je toen op dat moment dat het er zo uitzag? Zo mag ik dat zeggen, lullig. Vergeef me het woord, ja, lullig en dom. Laat ik het anders zeggen. Wist jij, Michael Bogert, de grote meneer van het wielrennen, toen al, toen in die tijd, dat je eigenlijk helemaal niet kon wielrennen?